beter. Van ja, hij blijft echt met je poten van hem af. En dan moet je niet. En waarom snap je dat niet? Je bent echt, nou, echt de naarste dingen. Dat je echt denkt van, maar dat er zoveel haat kwam op mij als persoon. Dat had ik denk ik niet helemaal zien aankomen. En daarom was iedereen zo van, ja, maar wij zijn maatjes. Oké, we zijn maatjes. Morgen is het programma geëindigd. Ik hoor je niet. Ik heb mijn eigen vrienden. Ja, mensen slaan zo door dat ik op een gegeven moment gewoon ook echt de politie heb moeten inschakelen. Hoi, ik zit hier met Sonja en met Mika Angelo en wij gaan nu een podcast opnemen. Ik vind het heel spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in. Ja? Welkom, Ariana. Dankjewel. En Sonja. Sonja, het is niet de eerste keer dat je hier bent. Helemaal Sonja is ben back. Gewoon, ik voel me thuis. Zo, Ariana, vertel eens een beetje. Hoe is het met u? Ja, hoe het met mij is. Wegens omstandigheden wel oké. Oké. Ik zou zeggen, het gaat niet super. Er is nogal heel veel gedoe rondom mij, wat best wel heftig is. Maar ja, ik moet zeggen dat ik het heel erg fijn vind om Sonja te zien en ook om jou te zien. Dat geeft me op een of andere manier heel veel steun, omdat je gewoon ook een beetje hetzelfde hebt doorgemaakt. Klopt. Maar ja, het is wel pittig. Het is heel pittig, ja. Reality is sowieso al erg en je hebt natuurlijk heel je privacy blootgegeven op tv. En mensen hebben altijd wel iets te zeggen. Ja, maar weet je, kijk, mensen mogen ook echt wel iets zeggen. Alleen soms is het zo intens en zo vol haat dat je echt denkt van, ja, maar je kent me helemaal niet. En weet je, ik bedoel, ieder mens heeft misschien leuke kanten, maar ook misschien iets minder leuke kanten. En dan denk je, ja, als je mij niet tof vindt, laat me dan gewoon lekker met rust. Ja, ik snap niet zo goed dat mensen, as we speak, nog zo erg met mij bezig zijn. Ik snap het ook niet, want als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen persoonlijke mening kijk, zoals ik bijvoorbeeld, zelfs dat ik nooit in het huis had gezeten en ik had niks met Big Brother te maken, en ik zou naar u op tv kijken, ik zou echt denken van, ik vind het leuk, ik zou niet op iets slechts opkomen. Dus dan zou je zou sowieso niet aan je eigen moeten twijfelen van, doe ik iets verkeerds? Nee. Want als je echt iets verkeerds zou doen, zou iedereen wel zeggen van nee. Maar dat is het niet. Want je hebt ook heel leuke comments. Je hebt ook heel veel leuke comments. En ook echt, weet je, dat mensen ook in het huis, maar ook daarbuiten me allemaal super lief vinden. En ik vind dat, ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar ik zeg je in alle eerlijkheid, en dat is misschien echt heel erg open, maar als je zoveel nare dingen over jezelf leest, dan krijg je op een gegeven moment echt gewoon een hekel aan jezelf. Dat je denkt, ja, is het dat ik dan echt zo naar ben? En dat is alles wel echt... ook heel hard verdraaid, hè? Ja, dat wordt zo hard verdraaid, want ik begon ook alles te lezen en ik dacht, oh nee, want ze is helemaal niet zo. Snap je? Ze is echt een top persoon. En dan je begint dat te lezen en alles wordt echt zo, en iemand zegt iets en dan duizenden mensen beginnen dat te zeggen en dan denk je van, waarom? Ja, en dat is ook gewoon, als je 100 goede dingen hebt en 3 slechte dingen, als persoon gaat je meer naar die slechte dingen onthouden dan die goede dingen. En ook bijvoorbeeld op X of Twitter of Facebook, wat dan ook. Het zijn altijd de slechte comments, de negatieve comments, die viraal gaan. Dat is altijd zo. En als dan zoiets viraal gaat, dan gaan andere mensen reageren en dit en dat. En dan blijft dat maar door en door en door. En ik heb ook heel veel goede dingen gelezen, maar daar reageren niet veel mensen op. Waarom? Wie hoort je meestal? De mensen die slecht praten. De goede mensen, die kijken, die amuseren, die zijn blij. En die posten niks. Dat is heel erg, vind ik. Nee, klopt. Maar het lijkt ook wel alsof mensen daar echt lekker opgaan, om iemand helemaal af te zeiken en dat het gewoon heel veel energie geeft. Ik denk, mensen zijn meer bezig met het leven van iemand in het huis dan hun eigen leven. Dat is toch raar? Dat is heel gek. En wat ik ook heel raar vind, is dat mensen dus voor jou gaan bepalen, je bent wel verliefd, je bent een leugenaar, en je hebt een stoornis, en je bent mentaal ziek, dat je echt denk van, nou... Dat iedereen precies in Tom zijn hoofd echt in kan gaan om te zien van, meent hij dat echt of niet? Allee... Het is aan Tom om te beslissen van wat... Als hij dingen zegt, dan is dat zo. Allee, het is niet... Ja, klopt. Ik heb het gevoel dat Tom duizenden psychologen heeft achter de schermen op Twitter. En dat iedereen gaat beslissen van dit is zo en dit is zo en dit is zo, toch? Nou ja, dat er ook mensen dan voor mij gaan bepalen. Je bent wel verliefd op Tom en je liegt. En dan denk ik, nou ja, volgens mij heb ik echt wel laten zien dat ik heel erg open ben. Mm-hmm. Ik heb al gezegd van als ik iemand heel erg... leuk vind, dan mag je echt van mij aannemen, dan zal ik de eerste zijn die daar gewoon open over is. Maar mensen blijven daar maar over hameren. Ik vind dat zo raar en dan zeg ik ook elke keer van, weet je, ook al is er een livestream, je ziet niet heel de dag wat er in dat huis gebeurt. Dat, klopt. Dat kan niet, want er zijn meer dan 100 camera's. Je ziet maar op het moment van de dag zie je maar
twee schermen. Althans, bij ons in Nederland, in België zelfs maar één scherm. Ja. Dus je ziet niet alles. Maar mensen blijven maar hameren van... Ja, en je liegt en die livestream en er wordt niet in geplakt en geknipt. Maar ook dat wordt wel gemanipuleerd. Er zit niks voor niks vertraging in. Maar goed, weet je, ik, op een gegeven moment denk ik, nou weet je, laat maar. Als jij dat denkt, dan zei dat zo. Maar het is wel het is wel heel jammer omdat het wel gewoon een smet geeft op je avontuur. Maar ook dat het wel echt mentaal ook echt wel iets met je doet. Wat ik net al zei, je krijgt eigenlijk gewoon een hekel aan wie je bent. En dat is wel, dat is denk ik zo'n avontuur het gewoon echt niet... waard. Had je eigenlijk op voorhand het idee dat het allemaal zo ging gaan? Of dacht je van... Want als je kijkt naar de vorige seizoenen... Nu, de twee eerste seizoenen was niet zo heel fel. Vanaf vorig jaar, toen ze eigenlijk het nominatiesysteem hebben aangepast... Is eigenlijk het programma veel meer haat beginnen te krijgen, laten we zo zeggen. Had je dan ook verwacht dan dat je dit jaar dat het hetzelfde ging zijn? Nou, ik had er natuurlijk wel een soort van idee over... Dat er echt wel mensen iets van hard zouden vinden, zeker. Daarom... vond ik ook best wel spannend, hè? Want ik bedoel, ik doe het toch gewoon mee en ik stotter. Dus ik dacht van, oké, mensen gaan gekke memes erover maken. Of mensen gaan me daarover uit lachen. Maar dat er zoveel haat kwam op mij als persoon, dat had ik denk ik niet helemaal zien aankomen. Mm. En dat is, dan komt dat wel heel hard aan. Tuurlijk, ik had echt wel gedacht, oké, mensen gaan echt wel iets van mij vinden, maar... Zo intense haat, gewoon echt haat, zo boos, ook op mij, dat ik echt denk, nou, je kent mij helemaal niet. Het is ook in haar geval, wat ik ook, want ik heb ook tijdens jouw podcast ook gezegd van, in haar geval vind ik het nog 1000 keer erger dan als dat bij iemand anders zou zijn, omdat zij had al moeilijk om haar open te stellen. Het was al moeilijk voor haar, snap je? In het begin, iedereen heeft het ook kunnen volgen. Zij had het al moeilijk. En dan op een gegeven moment, zij voelt haar net thuis en dan haat. Mensen, ja, maar nu voelt ze haar zo niet. Zij heeft net iemand gevonden met wie dat zij een connectie heeft. Mm-hmm. Iemand die haar super graag heeft. En dat is niet enkel van één kant. Je ziet duidelijk dat dat van beide kanten is. En dan iedereen schieten. Allemaal Ariana, dit Ariana, dat. En dat vond ik ook zo erg, dat dat ineens allemaal op haar is, net op het moment wanneer zij haar zo goed voelt in het huis. Ze komt eruit, ze begint dat allemaal te lezen en dat is echt gewoon, ja, voor u mentaal en dat is gewoon, dat pakt u. Dat is gewoon, ja, dat is niet normaal, dat gevoel dat zij heeft. Ik denk dat, ik heb dat gevoel nooit gehad. Ik heb dat gevoel nooit gehad, want ik ben eruit gegaan. Ik heb heel veel lieve berichtjes ontvangen. En bij haar, bam, 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 bam. En ze verdient dat niet. Niemand verdient dat. Ik vind ook gewoon, het is moeilijker als jij, hoe langer je daarin zit, hoe meer meningen er op je afkomen. Ja, zeker. En dat blijft opstapelen en opstapelen en opstapelen. Ja. En ik vind ook wat jij net zei, van het moment dat zij, dat jij je dan goed begint te voelen in het huis, je hebt echt een rollercoaster van emoties meegemaakt. Ja, zeker, want je zit in het begin aan zoeken. Mm. Dat vraagt heel veel stress, energie, emoties. Dan op een gegeven moment voelt je thuis, dan heb je weer andere emoties, weer andere gevoelens, en dan staat je in één keer op die nominatielijst, weer andere gevoelens, weer een heel ander gevoel, en dan kom je eruit, weer iets anders, en dan de reacties, dus je hebt zoveel op korte tijd, ja, dan wordt het mentaal heel zwaar, en dan kan ik echt wel zeggen respect voor u, dat je nog heel sterk kunt houden en heel goed kunt houden. Want ik denk dat heel veel mensen zo in een serieuze persoonlijke problemen geraken. Dus je moet echt wel trots zijn op jezelf. Dat je zegt van, ik kan me sterk houden en ik kan dat gewoon filteren. Ja, maar wel echt. Ja, ik moet ook bijna huilen. Maar wel gewoon echt met, toch echt wel met moeite. Dan ben ik gewoon zo blij. Ja, sorry, ben ik zo blij dat jij er eigenlijk gewoon bent. En ook gewoon jij, weet je, gewoon zo lief en... Ja, dat je gewoon echt wel... Ik heb ook zoveel steun aan gewoon mensen die ook in het huis hebben gezeten. Het klinkt misschien heel raar, maar ik heb meer behoefte ook om met ex-bewoners op dit moment contact te hebben dan met eigen vriendinnen. Omdat zij snappen niet hoe het is. En hoe jij net zei, dat is exact hoe het is. Je gaat in alle fases. Ja. En ik denk dat mensen echt niet snappen... Dat, en natuurlijk, je mag altijd een mening hebben, maar een mening is iets anders dan iemand vitaal echt kapot maken. Want op een gegeven moment gaat het echt een keertje mis met iemand. En dan zegt iedereen, oh, dat zagen we niet aankomen. Of ja, dan had ze maar niet mee moeten doen. Maar ja, ik denk dat we willen dat, denk ik, met z'n allen wel voorkomen. Dat mensen straks echt hele gekke keuzes gaan maken. Klopt. Maar ja, en mensen slaan ook echt door. Want ik... mensen slaan zo door dat ik op een gegeven moment gewoon ook echt de politie heb moeten inschakelen. Dat mensen naar je huis toe komen, dingen stuk maken, je echt gewoon dood wensen. Op een gegeven moment ben ik ook gewoon echt heel bang om gewoon naar buiten te gaan. Dat ik bang ben dat mensen me zomaar gaan aanvallen. En dan denk ik, ja, en om
Het gaat er nergens om, omdat ik dan... Ja, dit is gewoon disrespectvol. Iemand... Mensen, we moeten niet naar elkaar huizen komen. Waar is de camera daar? Mensen, we moeten niet naar elkaars huizen komen. We moeten niet elkaar lastigvallen, want dit is een stap te ver. Je mag fan zijn, je mag dingen sturen, maar laat de mensen met rust. Je moet niet naar iemands huis gaan. Ja. Ja, dat doe je gewoon zo. Niet. Dat doe je niet, punt. Dat is gewoon... Ja. Maar dat is ook zo... Ik heb me eigenlijk, denk ik, nog nooit zo eenzaam gevoeld. Maar ook zo ontzettend onveilig. Ja. Dat ik bij alles word een beetje paranoïde. Oh, iemand zit naar me kijken. Oh, god, straks gaat hij me aanvallen. En dan, weet je, dat is echt heel naar. En ook heel bang om de dingen die ik dan zeg. Dan denk ik van, oké, kan ik dit wel zeggen? Wat gaan mensen ervan vinden? Ja, dat kost zoveel energie. Dat is echt niet... Dat is oké, want je begint echt al te letten op jouw woorden. En te denken van, oei... Want ik had ook in mijn filmpje... ik heb gezegd... ik wil zien hoe hard Big Brother mij kan breken. En dan uiteindelijk iemand die postte zo... Ja, we hebben allemaal gezien hoe Big Brother Sonja heeft gebroken in één week. Haha. Dan denk ik van... We doen dat niet expres, hè. Nee. Je leert elkaar echt kennen in het programma. Ja, het is... En dat is... Ik heb... In de zomer was ik op vakantie... En er werd aangekondigd, er komt een nieuw seizoen. Toen heb ik een story gepost, wat er ook op Love Reality pagina's gekomen, dat ik zei, zet al die haterkes, al die mensen met die rare meningen in dat huis, en kijk hoe zij eruit komen. Kijk, als zij nog altijd dezelfde mening hebben over andere mensen, over weet ik veel wat, over hun gevoelens, als ze toch denken dat het allemaal zo makkelijk en zo simpel is. Ja. Want dat is het niet. Nee, en wat ik dus echt heel bijzonder vind, is dat... Het zijn al, kijk, als het nou hele jonge mensen zijn, dan kan ik nog denken van... Oké, iemand is nog heel erg jong, die tikt gewoon even iets heel snels. Ja. Maar we hebben het echt over mensen die moeders, opa's, oma's... Dat zijn mensen van in de 60. Dat ik echt denk, je moet echt beter weten. Je maakt iemand kapot omwille van een tv-programma. Terwijl ik dan denk van, wij zijn er voor jouw entertainment. Dus heb het gewoon, weet je, kijk gewoon met een... En als je me niet tof vindt, hou dan lekker je mond en kijk niet naar mij. Ja, ik vind dat echt... Heel. Maar dat ik op een gegeven moment ook echt dacht van, nou, ik ga al die hele nare comments, ik ga ze allemaal verzamelen. En ik ga gewoon aangifte doen. En eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Maar toen dacht ik van, nou, als ik dat doe, dan ontploft er weer een bom. Maar het heeft wel echt een paar keer echt door mijn hoofd gesproken. Dat mensen echt zeggen, ja, ze is mentaal ziek. Niemand in dat huis, of dat nou seizoen 1 of in dit seizoen, we worden allemaal uitvoerig maandenlang doorgesproken. We hebben psychologische gesprekken, dus niemand die mentaal ziek is, gaat meedoen. Je kunt wel echt mentaal ziek daarvan worden. Ja, maar dan van de reacties. Van de reacties, inderdaad. Dus ik bedoel... Snap je? Dus ik vind dat wel echt... En wat is er dan precies? Je zegt, mensen komen naar je huis. Wat is er dan precies eigenlijk aan de hand? Wat er echt precies aan de hand is, dat is eigenlijk... Ja, het staat volgens mij... Ik durf eigenlijk de naam niet eens meer te zeggen. We gaan geen namen noemen. Nee, geen namen. Maar ik bedoel, iedereen weet denk ik wel waar het over gaat. Maar daar zijn mensen schijnbaar heel erg boos over. Dat ik ooit een keertje heb gezegd dat ik hem... leuk vond. En toen is er op een dag dat ik gewoon eventjes boodschappen aan het doen was, toen heeft iemand de voordeur van mijn appartement kapot ge... Ik denk dat moet echt heel met een heel sterk iets, want het is dubbel glas. Dat snap ik echt niet. Ja, ik ben op zich denk ik wel makkelijk te vinden, omdat ik ben een van de weinige donkere mensen in Soest. Dus dan kan je heel snel weten waar ik eigenlijk woonzaam ben. En in de appartementencomplex, maar ook echt aan mijn voordeur. En dat is nu een hele gat. En dat is echt wel heel eng. En vervolgens heeft iemand via Insta laten weten van... Ja, hij blijft echt met je poten van hem af. En hij moet je niet. En waarom snap je dat niet? Je bent echt echt de naarste dingen. Dat je echt denkt van... Dus mensen slaan je reut in. Ja. Omdat jij een bepaalde band hebt met Tom. Ja, en zij vinden dat ik dat dus allemaal verzin, dat ik niet spoor, dat ik dat zomaar uit mijn duim zuig, terwijl ik dan denk van, ja, maar... Dat is toch niet logisch, hè? Maar lieve mensen, 1, je bent er helemaal niet bij, en 2, ik denk, de enige die daar echt iets over mag vinden, dat zijn volgens mij wij, en niet zij. Dus ik vind dat echt, en dat gaat natuurlijk ook wel echt heel erg ver. Ik bedoel, dat is echt iets wat ik echt niet kan... Het ergste vind ik dat zoiets gebeurt om Tom, terwijl Tom daar binnen zit en hij weet van niks. Hey, Tom kan er ook echt helemaal niks aan doen. Ja, nee. Als Tom dit zou weten, die zou heel boos worden. Ja, hij zou weten dat iemand Ariana haar dingen kapot maakt, hij zou echt woedend worden. Mensen dus die ook echt zeggen dat ik zelf moet plegen, dat ik mezelf moet ophangen, dat ik echt denk van, ja, maar jongens, even... Nou,
Het is echt wel... het is echt wel heel heftig. Stop met haat, gewoon. Iedereen moet gewoon stoppen met haat, klaar. En dan zou de wereld zoveel beter zijn. Ja, ik kreeg echt flashbacks naar vorig seizoen. Want ik heb ook van die comments allemaal zien voorbij komen. Van, niet alleen van mij, maar ook van mijn andere bewoners waar ik goed mee was. Hetzelfde. Ik kreeg berichten van, ik durf niet boodschappen gaan doen. Wie weet valt iemand mij aan. Ja. Maar je voelde misschien wel zo. Maar ik denk nooit dat iemand bij het bijzijn van u... zo'n actie zou plegen. Dus je zegt het zelf. Weet ik dus jij was niet. Weg. Ja, en die doen zoiets. Ja, maar het feit dat iemand wel echt naar jouw huis komt, dat is zo in jouw eigen vertrouwde omgeving. Het gaat heel ver. En laten we eerlijk zijn, er zijn echt mensen die ook dingen naar mij toesturen. Er is zelfs mensen die tegen mij zeggen dat ik mij stotteren fake. Dat dat niet echt is. Omdat ik namelijk ook normaal dingen uit mijn mond kan zeggen. Dat je echt denkt van, ja, maar hoe kom je erbij? Echt, hoe kom je daarbij? Als je al zo comments krijgt dat op niks strijkt, dan trekt er nee, maar het is wel, niets. Het is, mensen moeten wel snappen dat in die end, kijk, je doet inderdaad mee aan een tv-programma, maar je bent ook een normaal mens, weet je? Tuurlijk, ik bedoel, 100%. En het is natuurlijk wel heel erg als je op een gegeven moment dingen gewoon niet meer durft, omdat je gewoon echt bang wordt van mensen, zeg maar. Maar goed, als ik dit nu weer zeg, weet ik zeker dat ik daar weer haat over krijg, want dan doe ik alsof ik zielig ben. Dus het is gewoon nooit goed. Je doet het gewoon echt nooit goed. En dat is echt heel erg naar. Omdat het ook echt een smet geeft op je eigen avontuur. Wat ik echt als heel fijn heb ervaren. Omdat ik gewoon super mooie connecties heb gemaakt. Vind ik. En zo heb ik het ervaren. Maar als mensen dan daar ook allerlei dingen van vinden. Of zeggen dat ik het allemaal maar lieg. Dat doet echt wel heel veel pijn. Dan heb ik liever dat mensen zeggen... ik vond haar stom, maar als mensen dat zo in te twijfel nemen, dat doet echt wel iets met je. En ik heb eigenlijk wat Sonja ook zei, ik was al best wel onzeker, dus dan moet je nagaan wat al die reacties met mij doet. En jij bent volgens mij wat mentaal wat sterker, wat veerbaarder, om het maar even zo te zeggen. Dan doen die reacties al veel met je. Maar ja, sommige reacties hebben echt... Daar dat zit heel erg in mijn hoofd. Maar dat kan heel diep gaan, dat is normaal. Pas op, ik heb ook van die reacties gehad. En ik heb ook heel lang heel slecht gevoeld van... Wat geeft nu? Op een bepaald moment gaat je twijfelen aan jezelf. Yeah. Van, wat is er aan de hand? Wat kan beter? Wat moet ik doen? Of ben ik het wel waard? Van die dingen komen echt allemaal door je hoofd. Maar na een tijd, dat verzwakt zo fel dat jij ook gewoon... Als je kunt focussen op de goede dingen, dan gaat je denken van... Oké, ik ben het waard. En er zijn mensen die het leuk vinden. Want geloof me, van al die haters, als je morgen 100% als jij ergens loopt, dat een van die slechte comments van die schrijvers langs je loopt. Waarom zeggen die dat dan niet in je gezicht? Want bij mij, ik heb heel veel slechte reacties gehad. Heeft er ooit iemand iets in mijn gezicht gezegd? En ik kom op veel plekken. Nooit. Nooit is iemand naar mij gekomen om te zeggen... Michelangelo, je bent vals en je liegt. Nooit heeft iemand dat in mijn gezicht durven zeggen. En weet je wat ik dan voor mezelf denk? Als niemand de bal heeft om dat in mijn gezicht te zeggen... dan is het allemaal bullshit. Want als iemand echt oprecht iets meent, dan zegt hij dat. Dan zegt hij dat en dan durft hij dat zeggen. Maar al die internetgangstertjes... Ik heb mijn vrienden, die waren op X, op Twitter toen in die tijd... waren die ruzie aan maken over iets wat in het huis was gebeurd. En ze waren dus op die mensen in aan gaan. Mijn vrienden waren bereid om die persoon op te zoeken bij zijn thuis. Dat was echt heftig, want daarna las ik dat terug. En mijn ouders hebben mijn vrienden moeten tegenhouden van... Nee, jullie gaan niks doen. Jullie mogen niks doen. Jullie gaan dat laten staan. Maar als ik dat teruglas, die mensen gingen gewoon afgemaakt worden. Ik zeg je dat heel eerlijk. Ik heb brave vrienden, maar ik heb ook niet brave vrienden. Ik weet gewoon, mijn vrienden zijn mensen dat als die iets zien en lezen, die gaan die zoeken en die gaan die opzoeken en die gaan zeggen, zeg dat nu in het gezicht. Ja. Want die gingen niet alleen maar over mij shit talken. Die gingen ook over mijn vrienden shit talken. Dat ging verder en verder en verder. Op een gegeven moment was er gewoon te veel geworden. Ja. Dus er gaan nooit, nooit mensen zijn die zoiets in je gezicht gaan zeggen. En daarom, het is... Dat hoop ik nooit. Want als dat wel gebeurt, ja, ik... Pak je, ik grijp je echt. Ja, sorry, ja, maar ik accepteer dat gewoon niet. Ik heb ook echt wel soms echt gedacht van... Ik tik even zo'n naam in en ik ga eens kijken waar diegene vandaan komt. Omdat je gewoon echt wilt weten wat bezielt jou om dat soort dingen te zeggen. Klopt. Ik weet ook waar Yvette Marchand woont. Ja, zeg maar. het is echt... Kijk, natuurlijk, ik zal nooit iemand iets aandoen. Maar je wilt bijna echt gewoon... echt voor jezelf opkomen. Dat je echt eigenlijk gewoon naar iemands huis toe wilt gaan, even aanbellen en zegt, nou, hi. Weet je, kom maar op.
Ja, zeg maar, het is allemaal drama, dat is crazy. Maar het is elke dag komt er wel weer iets over mij naar boven op internet. Dat je echt denkt van, jongens, ik bedoel, ik ben uit huis. Maar mensen blijven maar over mij bezig. Ja, aan de ene kant denk ik van, ja, dan had je maar in huis moeten houden. Want dan was het een en al feest, zeg maar. Alleen, en dat vind ik eigenlijk ook stiekem best wel zonde. Omdat ik eigenlijk het gevoel dat ik steeds meer loskwam. Dus ik denk, als ik deze ronde, zeg maar, had overleefd, ja, dan denk ik ook. Was het pas echt leuk tv te worden. Ja. Ik vond het heel erg. Want er ging nog heel veel komen. Dus ja, moesten maar stemmen voor Ariana. Ja, dan was het. Dus ik hoop dat ik misschien nog een keer een weekendje terug mag naar het huis. Uh-huh. En dan gaan we even los. Ik was hier op deze plek was ik Big Brother aan kijken. En de tv is gewoon kapot gegaan uit het niks. Dus ik door mij. Nee, de tv was dus kapot. Ik was aan het proberen. Ik zeg, nee, ik moet Big Brother kijken. Dus ik had mijn iPad genomen, ik had die daar gezet. En ik was dan, met mijn vriendin was ik dan aan het kijken. En ik zeg, ik weet wie eruit gaat, hè. Ik zeg, Ariana gaat blijven. Ja, ik heb dat ook gezegd. Ik was zo van, weet je, eigenlijk, ik moet niet eens kijken. Ik kijk gewoon voor een paar fragmentjes, maar ik weet, Ariana is stop, hè. Ze gaat blijven. Ik die deur ging open, ik dacht van, wat? Ja, exact. Ja, maar nee, ik vind het zo raar, want echt, op X, op Facebook, heel veel mensen wilden mij er ook echt in halen. Ja. Dus heel raar. Ik vond dat heel... Ja. Ik heb zelfs, want haar zus was met mij aan het sturen. En ik zei ook tegen haar zus van, ja, schat, sorry, maar ik denk niet dat Ariana eruit gaat, want Ariana gaat echt blijven. Ja. En dan die deur gaat open en ik zei, ja, ik was echt... Ja, en dat vond ik wel trouwens, en dat heb jij denk ik ook al meegemaakt, dat, ja, dat was in jouw seizoen niet. Maar ik vond dat moment dat je zeg maar in die deur gaat. En dat is zo heftig. Als je dan daar in die deur staat. En je bent nog eigenlijk gewoon zo in spanning. En je weet totaal niet waar je eigenlijk staat. En je hoort die stemmen. En je bent alleen maar aan het denken. Hé, maar ik herken die stemmen helemaal niet. Ja. En vervolgens dus gaat die deur open. Dus allemaal lichten, ja, mensen. Ja, ja. En dat is zo raar dat je mensen ziet. Ineens zie je, weet je, want je bent heel lang, heb je een en al dezelfde mensen gezien. En opeens zie je na weken andere mensen. Dat is zo raar. Ja, inderdaad. Ik moest echt even landen. En ik stond daar ook echt zo van, moet ik nou daar komen? Of moet ik hier blijven staan? Ja, ik stond daar zo. Je liet jouw koffer ook zo gaan. Ja, nee. Ik ga helemaal niet weg. Ik blijf lekker. Ik keer me zo weer om en ga weer naar het huis. Maar ik voelde me zo, ja, echt zo'n kneusje. Ik stond daar ook echt zo van, ik weet niet wat ik moet doen. Ja, dat was eigenlijk gewoon heel... Ja, ik vond ook gewoon, laat het zo zeggen, je had geen cool down, laten we dat zo zeggen. Nee. Je gaat van 100 helemaal naar 0. Ja. Want ja. Bij de vorige seizoenen, bij mijn seizoen bijvoorbeeld, oké, je zit daar op de zetel, je weet, oh, je moet naar huis, je hoort een zielig muziekje op de achtergrond, en je groet iedereen en je zegt van, oké, ik ben hetgene nu af aan sluiten, je loopt naar buiten. Maar iedereen weet dat je ook weggaat, maar bij ons, één van de twee. Ja. Dus je moet van allebei afscheid nemen, dat is echt Dus ik denk dat ook gewoon het mentaal spelletje, het mentaal extraatje, wat Big Brother heeft toegevoegd dit jaar, om te zeggen van, wauw, we gaan de bewoners nog eens een beetje extra breken. Ja, terwijl ik vind het in het spel eigenlijk dan allemaal nog best wel meevallen. Ja. Mentaal. Ja, dat is waar. Het gebeurt pas als je eruit komt. Ik heb er dan 3 weken in gezeten, maar dat voelt echt als maanden. Ik zei toen eens tegen Sonja, bij mij leek het alsof ik er 2 weken in zat. Echt? Ik kan me gewoon niets meer herinneren. Ja. Ik heb geen duidelijke herinneringen van, ik heb er echt dag na dag na dag. Want ik weet, het opstaan in het huis is een ramp. Die lichten heel fel. Ja, en, kijk, ik stond altijd eerder op. Dus ik stond altijd eigenlijk op in het donker. Ik zit nog een discussie met dat ik was. Ik stond één dag... weet je dat nog? Ik stond één dag heel vroeg wakker, ja. Maar ik was de eerste wakker toen. Allee, Leni was al brood aan het maken. En ik was blijkbaar in de gangen zo aan het stappen. Oh, ja, dat was laat. En zij was zo... Ja, iemand was zo aan het stappen. En ik zo... Ja, maar ik was kei boos. En zij was zo... We waren echt zo... En waarom spreek je mij zo aan? En waarom zeg je dat tegen mij? Ja. Ik stond dus eigenlijk altijd in het donker eigenlijk op. Ik stond altijd echt, ik stond best wel vroeg op. Volgens mij rond een uurtje of 7, half 8. Want ik vond het altijd heel erg chill om gewoon op te staan voordat andere mensen eigenlijk al wakker werden. Zodat je gewoon rustig aan je dag kan beginnen. Ik had alvast de tafel dekken, shoe maken en...
Ja, zodat ik gewoon een beetje... Ja, gewoon rustig. Ja, dat wou ik ook, maar dat lukte mij niet, omdat je wekker had. Nee, op een gegeven moment ging het echt gewoon automatisch. Ik stond altijd zo vroeg op. Hadden jullie geen rare dromen in het huis? Ja. Want alleen de eerste twee altijd dat ik genomineerd was. Altijd. Serieus? Elke dag dat ik genomineerd was. Ik heb dus heel veel, laten we zeggen, ik ben heel veel gedetoxed daar van telefoon. Ja. En ik sliep dan ook zo diep dat ik heel veel droomde. Ja. En ik heb zoveel rare dingen gedroomd. Ik heb echt heel rare dingen gedroomd. Dat was jouw laatste droom. Ik heb mijn gekste droom, die ga ik straks buiten de camera zeggen. Oh. Ja. Maar ik heb echt dingen gedroomd als familieleden die dood waren. Oh, wow. Momenten dat ik buiten het huis was. Gedroomd over Instagram. Gek, hè? Ja. Dat dan allemaal zo toch dan, ja. Telefoon, ja. Rare dingen. Echt hele gekke heel dingen. Graag. Nee, ik had wel de eerste nacht. Ik voelde me zo alsof ik in een soort van kubus zat. Ja, klinkt heel raar, maar dat ik echt voelde, ik zit echt hier vast. Ik kan er niet uit. Ik vond dat zo opgesloten. Ik vond dat zo intens. En wat trouwens ook heel raar was, dat was volgens mij de tweede nacht. En toen, jullie denk ik ook wel hebben gehad, midden in de nacht moest ik gewoon even naar de WC. Weet je wel, ik te lachen al. Weet je dat ook? Wacht, even. Nee, het was niet zo. Het was zeg maar midden in de nacht. Ik moest zeg maar... Tyron, dacht dat hij aan het slapen was. Hij dacht dat ik aan het slaapwandelen was. Het was zeg maar zo, ik lag gewoon lekker in bed en ik moest gewoon naar de wc. Dus ik wil die deur open doen. Maar dan heb ik nagaan in onze kamer was het pikken. Ja, het was al donker. Je hebt je ramen daar. Ja. Super donker. Dus ik was zeg maar naar de deur op, maar die deur was gewoon... Een dingetje, zo'n blokje. Ja, die blok, inderdaad, ik ging echt helemaal eraf. Want die hadden zo... Strompelen. Je weet dat nog niet, die hadden zo hoge bedden, hè? Ons bed was super hoog. Ik denk dit. Ja, dat was super hoog. Dus je kon daar niet gewoon normaal op staan. Je moest echt op zo'n dingetje gaan staan. Maar dus ik was zeg maar naar de wc, dus ik doe de deur open. Maar die deur zit op slot. Ja. Nou, ik raakte echt in paniek. Dan moet je nagaan, je bent net in dat huis. Pikken donker. En die deur zit op slot. Dus ik echt zo, mag die deur alsjeblieft open? Niemand reageerde. Dus zo, mag alsjeblieft die deur open? En op een gegeven moment, ik denk echt een half uur. Tyron was getraumatiseerd. Mag die deur open? Ik raakte helemaal in paniek. Ik vond dat zo eng. Maar Tyron, die werd dus wakker. En ik dacht dat ik niet helemaal cool was. Ja, want... Maar je ziet, Tyron wordt zo wakker en die is voor die deur, maar ik dacht... Is de deur uiteindelijk open gegaan? Ja, die is wel open gegaan, maar ik raakte echt een beetje in paniek. En de volgende avond, toen hoorde zeg maar, de stem zeggen van... Beste bewoners, controleer of de deur van de slaapkamer goed dicht is. Maar ik lag in bed en ik sprong eruit. Ik dacht, nee jongens, echt niet. Ik ga niet weer hier liggen omdat die deur straks dicht gaat. Ik vond het zo eng. Dat vond ik echt... Maar ik snap het wel, hè, want ze moeten gewoon soms... S'avonds moeten ze gewoon dingetjes gaan voorbereiden. Maar als je daar niet van op de hoogte bent en je deur is opeens dicht, dan raak je echt... Nou, ik raakte helemaal... Dat vond ik heel eng. Zit je ooit in de nacht naar wc moeten gaan daar? Jij volgens mij altijd. Nooit. Echt? Altijd. Oh. Elke nacht 3 keer. Ik vond het wel een vibe. Je sliep niet in mijn kamer, hè? Nee, dat is ook zo. Ik was ook zo vaak gewoon echt... Maar dat was super eng, hè? Nee, ik vond dat juist een vibe. Ik vond het ook een vibe. Ja, die lichten. De badkamer in de nacht. Ik was bang, hè? Ik was zo bang dat ik s'nachts niet naar de kant... Want ja, slaapkamer was zo, dus... Het toilet was die kant, dat ik gewoon niet durfde om te kijken naar de dingen. Naar de andere kant, omdat ik bang was dat er iemand aan het koken was of zo. Echt? Of, ja, en ik wou gewoon niet socializen. Ja, wij hadden dat niet, want wij hadden die bol, dus wij zagen de keuken niet. Maar ik had ook... Ja, die rare kronkelmuur. Nou, als ik zo even nadenk, dan kan ik me ook helemaal niet meer voorhalen dat zoveel anders bij jullie eruit zag. Ik had het vorige keer er ook al over, als er volgend jaar nog een seizoen gaat komen. Dan ga je meedoen. All-stars. Nee, als er een normaal seizoen komt, of een all-stars seizoen. Maar een all-stars zou je dan... Ja, tuurlijk. Ja, de boel op stijl te zetten. Ik ook. Ja, nou, ik denk dat ik ook al mee ga doen. En dan laat ik echt zien wie ik ben. Nee. Als Big Brother zegt, er komt een All-Star editie. Ja. En je moet jezelf daarvoor klassificeren door spellen of door, weet ik, door mentaal, door weet ik van wat. Zouden ze dat niet gewoon uitkiezen? Van oké, die is wel tof met die of die. Want hoe zouden ze dat gaan doen? Dat ze gaan het niet pakken, hè? Ze gaan iedereen... Ze moeten iedereen contacteren. Ze moeten. En dan gaan ze eigenlijk van al die mensen... Gaan ze kiezen. Allemaal ja, bij sommige mensen dan weet ik niet eens meer dat die ooit hebben meegedaan. Sommige mensen zijn zo... Maar als er volgend jaar een seizoen komt,
mijn seizoen wordt ook nog extra vergeten. Ja. Dus dat is hetzelfde. Maar ik vind eigenlijk... Denk je dat er een alstom? Ja, dat komt denk ik wel een alstom. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, vind ik seizoen 2 met Salar, Gerets, Vera. Die staat echt nog wel heel goed in mijn geheugen. Ik heb dat dus niet gezien. Nee, dat vond ik nou echt een leuk seizoen. Die mensen waren super hecht, waren heel erg... Ja, maar het was te goed, snap je? Het was te nice. Het was misschien wel te goed. Te leuk. Ja. Hetgene wat ze wel kunnen doen is... Bijvoorbeeld, je hebt de Italiaanse versie heb je ook. De Big Brother, dat heet dan Grande Fratello. Maar wat ze dan doen is, dat programma duurt 9 maanden of zo. Oh, wauw. Ja, dat is echt 9 maanden, soms een jaar. En dan doen ze dus... Ze beginnen dus met VIP's. Dus dan heb je bijvoorbeeld die. En dan komt er om de week... komen er 2 mensen continu bij. Dus het blijft groter worden. En ja, maar hoeveel mensen heb je dan op het einde? Ja, maar er gaan ook mensen weg. Oh, okay. Maar ze maken echt wel ruzie daar. Ze spelen geen spelletje, het gaat eigenlijk allemaal om drama. Dus bijvoorbeeld... Ja, dus dat is dan iets voor mij. Ja, wat ze dan eigenlijk doen is bijvoorbeeld... stel je voor, je hebt nu een drama met... Laten we zeggen, in het huis. Je had een drama met Ashley. Nu, dat is heel snel geëindigd. Maar stel je voor als die drama 2-3 maanden doorging. En jullie hadden echt ruzie. Ja, maar ook buiten het huis bijvoorbeeld. Stel je voor, een heel dom voorbeeld. Ja. En dat is echt drama. Volgend jaar doen ze een All-Star editie. En ze zetten Ashley er als eerste bewoner in. Na 2 weken komt jij erin. Ja, precies. Ze gaan eigenlijk iedereen werken. Ik denk dat ook de bedoeling gaat zijn. Ze maken echt ruzie. Want ik weet ook dat ze 2 jaar geleden hadden ze dan een man in het huis. En die hebben ze dan zo afgemaakt door al die drama, want dat is alleen maar drama, dat ze zijn hele huis hebben ingegooid met stenen. Dus echt bakstenen met berichten op bij die man. Wat zo erg. 2 seizoenen geleden? Italiaanse versie. Ja, maar dat is dus eigenlijk ook een beetje hier gebeurd. Bij de Nederlandse versie. Ja, klopt. Dus ze werken echt met... Wat ze bijvoorbeeld hadden gedaan, is er was een koppel. En ze hadden dus ooit Temptation Island meegedaan in Italië. En ze zetten eerst de jongen erin. Oh god. En die jongen heeft dus een vriendin. Ja, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus die vriendin een vriesmoment laten doen. Oh, nee. Dus die jongen was helemaal blij, hield van zijn vriendin, dit en dat. De week erop komt die meid van Temptation Island, waarmee die vreemd is gegaan ooit, komt in dat huis. Dan komt een andere ex, komt in dat huis. Ja, ruzie, drama, drama, drama. Het succes, op het einde gaat zijn echte vriendin ook in het huis. Oh. Dus ze zorgen echt voor pittige dingen. Ja, ja. Ja, we hebben X on the Beach, dat is niet minder heftig, hè? Nee, X on the Beach. Dan wordt het waarschijnlijk niet meer voor kinderen, want ze hebben ook gewoon heel veel luxe in dat huis in Italië. Ze hebben muziek elke dag, eten, ze hebben gym, ze hebben zwembad, ze hebben alles. Het is luxe resort. En je krijgt daar, wat was de prijs? Ik denk, je wordt daar toch tussen de 5.000 en 10.000 euro per week betaald. Per week? Per week. Per week, hè? Waar kan ik mee? Ja, het is... Moet je per se... Waarom? Moet je Italiaans kunnen? Nee, want er was laatst ook een Indische man. Een Indiër die naar daar was gegaan. En een Spaanse, iemand die Spaanse Big Brother heeft gedaan. Leuk. Ze was dus de eerste week eruit in de Spaanse Big Brother. En ze heeft het seizoen van de Italiaanse Big Brother gewonnen. Oh, ja. Wat cool. Dus, ja. Is reclame voor ons? Dus het is heel... Zou jij meedoen? Ik zou meedoen. Ja? Ja, ik zou het echt wel... Maar weet je, het klinkt misschien heel raar op wat ik nu ga zeggen, maar ik zou jou dan, als we dan het hebben over een VIP-editie, dan zou ik jou wel heel graag in een huis willen zien met S... Ja? Ja, het lijkt me heel spannend, omdat jullie allebei best wel spannende spelers zijn, in mijn ogen. Mm-hmm. Dus ik zou dat wel heel spannend vinden. Ja, goed in elkaar. Ja, echt goed. Oh, jullie gaan zeker goed. Heel goed. Maar meer spannend als in van... Ik denk echt dat er een hele interessante tactieken komen en mondjes. Ja, maar het is niet dat ik denk dat je niet goed met haar kan. Ja. Maar ik zou het wel heel spannend vinden, denk ik. Ja, want jij zei ook net, als jij een All-Star editie wilt gaan, jij wilt ook gewoon de boel op stijl te zetten. Tuurlijk. Ja? Is dat... Tuurlijk. Is dat... Maar laat maar voedsel. Ik wil voedsel. Maar is dat... Er waren best wel veel eten, hoor, vond ik. Vond je niet? Het was niet heel
Ja, we waren niet onder nee, voet of zo. Hè. Maar ik had suiker nodig. Mijn lichaam had suiker nodig. Ja. Ik had geen suiker. Maar ik zou drama maken. Is het dan omdat je nu weet hoe het spel in elkaar zit? Maar weet je dat? Dat weet je toch niet? Want het spel is toch eigenlijk altijd anders? Maar ik was altijd zo. Hè. Ik was altijd toen die doosjes hadden gepakt. Ik was hun gaan halen. Sonja is echt... Ik bedoel, Sonja is super lief. Sonja is echt... Maar Sonja, ik kan ook... Maar Sonja kan ook wel fel zijn. Maar dan wel lief fel. Ja, klinkt een beetje raar. Sonja is gewoon fel. Niet... Op de juiste manier. Exact. En Sonja is niet on... ik praat echt over jou als je niet bij bent. Maar ze is niet onredelijk. Super eerlijk. Maar daardoor soms ook wel gewoon... Kan wel wat overkomen ook, hè? Ja, maar wel altijd heel lief. Ja. Als in wel gewoon dat je wel... Ja. Sonja kan hard uit de bocht komen, maar nog altijd goed... Ja. Een goed gezin zijn. Weet je, kijk, kan niet want ik zou... worden of ik was na eerste week weg, dus er was niet veel gebeurd. Maar stel je voor, iemand zou iets doen dat ik niet leuk zou vinden. Ik ben de eerste persoon die dat zou zeggen tegen die persoon. Zeggen van, sorry, maar ik vind dat niet oké. Okay. Het verschil tussen u en mij is, ik zou hard uit de bocht komen en mensen zouden mij haten, omdat ik gewoon... Ik kan zo op het. Ja. Nou... Ja, ik denk van wel, maar bij u denk ik weer niet. Want ik denk ook gewoon... Ja, dat heb ik vorige keer ook gezien. Maar ik vind je ook heel... Ja, mag maar ik vind dat voordat heel internet weer denkt dat ik je leuk vind. Maar ik vind je ook wel heel lief. Heel, ja, maar ik ben sociaal, lief. Sociaal. Heel, ja, ik ben gewoon... Ik ben gewoon... Kijk, ik heb gewoon twee... Mensen zeggen, je hebt twee gezichten. Maar ik heb ook twee gezichten. Ja, maar waarom? Ook over mij. Ja, maar waarom heb ik twee gezichten? Ik heb mijn game mode en ik heb mijn live mode. Kijk je dat video dat jij daar zo zat? Heb je dat gezien dat hij buiten zo in de tuin zat? En die was zo van... Spel nummer 1, nummer 2. Ik was afwijken. Ik was echt zo, wat? Ik was afwijken. Waarom? Ik was te veel met... Ik was te veel met persoonlijke relaties bezig in het huis. En iets in mij zei, Michelangelo, dit is een spel. Stop ermee. Maar weet je wat ik dan wel weer zo heel erg interessant vind? Bij jouw seizoen zijn mensen best wel tactisch. Zijn heel erg met het spel bezig. Nou, daar... Vond internet vond het niet heel erg fijn, maar bij ons seizoen zijn mensen ook heel erg met het spel bezig. Ja, maar dat is de bedoeling. We zitten in het spel. Nee, maar dan vinden mensen het wel heel erg. Kijk. En dat vind ik altijd zo. Dat, ja, dat snap ik nooit zo goed. Het moment waarop ik in dat huis ging met die blinddoek. We hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. Je zit in quarantaine enkele dagen. Je gaat je sowieso inbeelden. Je zit zo aan het denken: met wie ga ik in dat huis zitten? Hoe ga ik reageren? Welke rol moet ik aannemen? Ga ik aanvallend zijn? Ga ik rustig zijn? Je denkt na van. Je manifesteert jezelf eigenlijk in het huis. En ik had het idee. Van, ik ga straks in dat huis. Ik ken niemand. Ik weet niet wie die mensen zijn. Ik wil kunnen winnen. En hoe kan ik een spel winnen? Door de juiste keuzes te maken. Dus ik moet keuzes gaan maken. Welke moet ik maken? De juiste. Ik mag me niet laten beïnvloeden door een mooie vrouw. Ik mag me niet laten beïnvloeden door een sterke, grote jongen met spieren, weet ik veel wat. Dat mag allemaal niet. Dus ik zei tegen mezelf, dit zijn principes die ik nu heb. Als ik straks in dat huis ga, wie of wat voor mij staat, ik hou deze principes vast. Het boeit me niet als iedereen mij gaat haten. Ik moet die principes vast. En dat heb ik ook gedaan. En daarom was iedereen zo van, ja, maar wij zijn maatjes. Oké, we zijn maatjes. Morgen is het programma geëindigd. Ik hoor je niet. Ik heb mijn eigen vrienden. Dus ik heb geen maatjes. Maatjes mag je daarna. Maatjes komen na het programma. Ja. Ik ben altijd, om niet een beetje mezelf groot te praten nu, ik ben altijd heel actief geweest in de autosport. Ik heb heel veel rivaliteiten gekend. Ik heb heel veel ermee moeten omgaan. Ik ben echt geduwd in die wereld en ik kan dat goed filteren. Als er iemand anders is in het huis en die kan dat niet goed filteren en die kan er niet mee omgaan, dat jij een spelmodus kunt hebben en een normale modus, dan moet je niet meedoen met dat spel. Ja, maar weet je wat ik wel dan vind? Het ding is, we worden gezet in een spel. Dus de bedoeling is dat we een spel spelen. Maar de kijkers, iedereen kijkt naar ons als een groepje die goed moet zijn met elkaar. En je wordt echt neergeschoten als je iets doet wat eigenlijk voor de game is. Ja, ja, klopt. Snap je? Dat is het ding. Ja. En ik had daar ook eerst moeilijk mee. Want ik had zoiets van, oké, je bent in een honeymoonfase, je leert elkaar net kennen, alles is goed, en dan gebeurt er iemand. En daarom dat ik zoveel respect heb voor Ashley, omdat zij was de eerste die mijn ogen opende en zoiets had van, sorry, maar dat is een game. Ja. En daarna heb ik ook ik had een gesprek met haar en ik zei ook sorry tegen haar, sorry dat ik vond dat een sneaky actie, dat jullie die doos hadden gepakt. Maar ik heb daarna met hun een gesprek gehad. En gezegd van, sorry, maar echt respect, echt hoedje af dat jullie dat hebben gedaan. Dat is ook niet getoond geweest, snap je? Nee, klopt. En dan zie je wel echt het verschil tussen S en mij. Zij is gewoon, ja, maar jongens, het spel. En ja, we hebben allemaal de kans gehad, we hebben allemaal coins. Je had kunnen...
Exact. Wat zo is. Maar ik, omdat ik eigenlijk helemaal niet met dat spel bezig was, zei meer tegen jou van, ja, maar als je wil, mag je mijn kistje hebben? Want eigenlijk gewoon, ja, snap je? En dan ja. En ook bijvoorbeeld dan Ashley kreeg keiveel haat op X daardoor met al die dingen en zei dit en dat, blabla. Maar dan krijgt zij nu haat terwijl zij was altijd bezig met, oh ja, maar zij wil gewoon chill zijn met iedereen. Ja. Ja, maar heb je wel, nu dat je het huis hebt verlaten, van, ik had dingen anders moeten doen? Of dat je spijt hebt van iets? Nou, waar ik wel spijt van heb, is dat ik, ik vind wel dat ik echt heel lang erover heb gedaan om mezelf gewoon lekker te voelen. En daar heb ik wel heel veel spijt van. Want je hebt gewoon niet heel veel tijd. Nee. Weet je? Dus daar heb ik heel veel spijt van. Want in die end is iedereen echt ontzettend lief. Maar het is dat ik gewoon, onzekerheid gewoon echt heel erg in de weg zat. Op een gegeven moment kwam ik in het huis. En toen pas, ja, klinkt misschien echt heel dom. Maar toen pas dacht ik van, ja, shit. Echt, straks gaat heel België, Nederland gaat wat van mij vinden. Mm. Ik zag echt allemaal gekke memes al vormen. En toen dacht ik van, oh, ik weet niet of ik dit eigenlijk wel durf. Terwijl ik het eigenlijk gewoon heel erg tof vond. En we hadden natuurlijk ook een groep van mensen die heel overheersend waren. En ik kijk even naar jou, maar. Maar wat dat maakt het dan toch. Ja, ik wil niet per se zeggen dat ik daar. Ja, ik raak daar gewoon een beetje onzeker van. Dat, ja. Dat heb ik ook heel veel gehad in het begin. De eerste dag. Ja. Ja, weet je waarom? Ja, heel veel. Weet je waarom? Omdat wij kwamen dus de eerste avond in het huis. Nu ga ik eens een verhaal vertellen wat ik nooit eerder heb verteld eigenlijk. En iedereen ging heel goed met elkaar om. Iedereen was aan het springen, aan het dansen, aan het zingen en dit en dat. Toen was het, we gaan de kamers uitkiezen. En je had al direct zoiets van Rob en Bart waren dan de oudere personen in het huis. En die waren al wat meer met elkaar aan het praten en een beetje apart. En ik zat dan bij Danny, Chelsea, Charlotte, Sharon, Jason, de jongere groep. Ja. Nu, wat gebeurt er? We gaan de kamers uitkiezen. En het punt is, we gingen allemaal naar de blauwe kamer. Bij jullie is dat dan geel, bij ons is dat dan blauw. En we gaan allemaal naar de blauwe kamer. Roos, denk ik. We hadden roos en blauw. En wij hebben blauw en rood. Ja, ja, en wij komen dan in de blauwe kamer. En iedereen zat daar dus te kijken. Op een gegeven moment, ik zeg, ja, is goed, ik zal wel hier slapen dan. En die zeggen, ja, oké, we gaan eens naar de andere kamer kijken. En die gaan allemaal die andere kamer binnen. En die bleven allemaal daar. En ik had zoiets van, kunnen we nu misschien een beetje de groep verdelen? Ja. Dat we een beetje met elkaar kunnen omgaan. Nee, ik heb er een week gelegen met Rob en Bart. En het ergste was, kijk, ik vond het niet erg. Maar ik voelde me uitgesloten. Waarom? Ja, tuurlijk. Jason was weg van de eerste dag. Ja. Dus Jason zat niet in die kamer. Ik zat dus, de kamer was 8 man. Ja. De rode kamer was 8 personen. En mijn kamer was dan 3. Rob, Bart, ik. Ja. En ik zat daar te slapen om 11 uur, terwijl ik de andere kamer plezier hoorde maken. Ja. Lachen, spelen. En ik hoorde daar gewoon niet bij. En toen, ik zat daar in mijn bed, ik dacht van, dit vind ik niet oké. En niemand heeft naar mij gevraagd. Niemand is naar mij toegekomen. Niemand heeft gezegd, is alles in orde. Niemand heeft gezegd, word je bij ons of vind je het oké? Nee, die hebben zich gewoon afgezonderd, direct een positie ingenomen. En ik kon me daar niet in filteren. En van die dag heb ik gezegd, ik ben hier alleen binnengekomen en ik ga alleen naar huis. Ik heb niemand nodig. Ja. En die rol heb ik aangehouden. En dan, toen, ja, ze konden er niet tegen, dus dat is niet. Ja, daarna moesten jullie nog veranderen, hè. Daarna moesten jullie nog van Big Brother, moesten jullie van kamer, moesten mensen gaan wisselen, hè. Ja. Ja, dat is wat jullie nu ook doen, maar... Ja, maar dan in duo's. Duo's, ja. Zo, is er nog iets wat je wilt zeggen of lossen? Of... Gewoon stop Ariana haat te geven, zij verdient geen haat. Ja, inderdaad, stop ermee. Het is genoeg geweest. Laat dat kind met rust. Ja, echt, laat me met rust, jongens. Aan alle... ouders, denk eerst aan jullie eigen kinderen in de plaats van aan mensen op tv. Ja. Aan alle jongeren, fix jullie eigen leven. Ga geld verdienen, maak succes in je leven. Zorg dat je ook op tv komt. Als je niet wilt, dan heb je pech. Als je wel wilt, werk eraan. Want je gaat dat niet halen door alleen maar mensen te haten. Exact. En voor alle oudere mensen zoals Yvette, geniet van de tv. Geniet en laat die telefoon aan de kant. En geniet van je laatste jaren. Dus maak er wat moois van in plaats van alleen maar te haten. En ik denk,
echt oprecht, als jij zelf een gelukkig mens bent en je bent helemaal comfortabel met je leven en met jezelf, exact. Dan ga je niet iemand anders haten. Ik persoonlijk vind echt dat als je iemand haat, dan is dat alleen maar een spiegel van je eigen, zeg dat, van tekortkoming van zelfliefde. Dus stop ermee. En als je dit nu ziet, stuur een heel lieve berichtje naar Ariana, omdat zij enkel lieve berichtjes verdient. Zij heeft zoveel haat gekregen. Dat meisje is echt een schatje. Dus laten wij allemaal samen een lieve berichtje sturen naar Ariana. Dank u wel en tot de volgende keer. Doeg! Doei!